Hallo mensen van mijn kanaal, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan wij een White XP Loot Crate openen. Ik wou eigenlijk doorsparen tot de Legendary, maar dit was een actie die maar één dag duurde. Dus hè, nou, dan doen we dat maar. Hè. Zoals je ziet, ik was wel echt heel close bij de Legendary. Maar ja, hè, weet je, je moest soms een beetje risico nemen in het leven en dat gaan we nu ook doen. Ik zit trouwens in 1.10, dat is misschien niet zo mooi, want dan zie je niet echt het effect. Maar weet je, jongens, hey, je leeft maar één keer. We kopen hem nu. Ik heb mijn ogen dicht. En dan wacht ik over 10 seconden dat ik dan weet wat ik heb. Ik heb... Nou zit ik tegen een probleem aan. Dan heb ik een video van 1 minuut. Ja. Ik vind die DRS coins hartstikke leuk, ook al speel ik bijna geen citykracht. Bijna niet, dus ik heb er wel wat aan hoor. Hoe ga ik dit doen? Nou, weet je wat we doen, jongens? We maken maar meteen een crate open video van. We gaan dan maar meteen vol in, I guess. Ik koop hem meteen een... Oh, we hebben 4 lobby levels gekregen, jongens! 4! Nou, dat is het toch wel een beetje waard, jongens! Hey. Gewoon in 1 keer 4 levels erbij! Nou, die zeg ik niet aankomen. Nou, dan gaan we even bidden dat we hier nog, uit die 2 emeralds die we gaan openen... Dat we hier nog even... Oh, jongen, mijn hele stem sloeg over. Nee, we gaan even hopen dat we hier nog Lucky Shards uitkrijgen. Of misschien een rank. We kijken wel even, maar dat is wel, dat is heel mooi. Nou, we gaan eens even kijken. Tromgeroffel. Nou, dat is dan weer een beetje teleurstellend. Dat is echt heel teleurstellend. Ik ben niet ontevreden. Want af en toe, hè, als ik me verveel, ga ik nog wel eens het eiland doen, maar tevreden is weer anders. Nou, hè, de laatste. Tromgeroffel. Echt, dit heb je met 1 potje terugverdiend hoor. Echt. 1 potje castle event en je hebt alweer terugverdiend. Ja. Ja. Even een korte recap. We hebben nu 2 dingen voor game modes die ik eigenlijk niet speel. Nee, correctie, we hebben 3 dingen voor game modes die ik eigenlijk nooit speel. En we hebben 4 lobby levels. Ja. Nou. Ja, en nu? Ja. Huilen in een hoekje of zo, ik heb geen idee. Is wel, ja, ik ben blij met die lobby levels hoor. Dat ben ik hartstikke blij mee. Want dan heb ik over. Want dan ga ik nog wel even ergens in de loop van de week een gold crate openen. Dan maak ik er ook nog een video van. Maar dan zou ik even kijken, ik heb nu 6. Kijken, 100 delen door 14. Wacht even hoor, jongens. Dan ga ik even overrekenen. Dat is ongeveer 8 dagen, denk ik. Ja, 8 dagen. Ja, 7 komt er nog iets. Nee, nou, lieg ik. Dus omhoog af rond 8 dagen. Wat hebben we? 6, wacht even, dan ga ik even mijn rekenmachine bij. Plus 14, plus 14, plus... Nou, joh, laat maar. In ieder geval, over een weekje kan ik een gold crate openen. Nee, niet over een weekje. Ik speel ook mijn topje, dan krijg ik ook 25 XP. Nou, jongens, hè, ik ben nu puur tijd aan het rekken, lijkt het wel. Bedankt dat jullie hebben gekeken naar deze video. Ik zie jullie wel weer bij een, ja, ik moet ook nog even de titel bedenken en het thumbnail maken binnen weet ik veel wat hoeveel tijd. Dus, ja, ik zie jullie zo meteen wel weer, of zo meteen jongen, laat maar, hè, bedankt voor het kijken, doeg.